Klaar. Genoeg zijn de meisjes van het wel goed vertrokken. Het is Sante Samuel van Famos die aan de leiding gaat. Zij zijn 8-91. Hoe heet je? Sante Samuel. En welke club? Panos. Oké. En waarom atletiek? Omdat mijn broer die deed ook al atletiek en mijn zus daarna ook. Dus toen dacht ik, nou, dan doe ik het ook. Oké. Hoeveel keer per week train je? 6 keer. Oké. En wat doe je daar? Vooral kracht, 3 keer. En dan verder eigenlijk alle onderdelen. Oké. En wie is die trainer? Oscar Terol, ja? Urta Roosestuik en Ivo Klooster en Bas van Orm. Oké. En hoe ging het vandaag? Het ging op zich wel goed. Ja, kogel ging wel eigenlijk best wel slecht. Ja. Maar ja, dat is dan jammer. En hoog ging eigenlijk ook niet zo. Maar de rest ging heel goed. En vooral de 800 ging heel goed. Dus ja, daar ben ik wel tevreden mee. Oké. Tweede plek, hè? Ja, tweede plek. Ja, ik ben wel vaker tweede geworden. Maar dit keer kan ik er wel echt tevreden mee zijn. Heb je een held of heldin? Sorry? Heb je een held of heldin in atletiek? Ja, mijn broer en mijn zus zijn wel echt wel helden. Okay. En verder vind ik Nadine broers ook heel erg goed. Oké. En wat is je droom met atletiek? Om uiteindelijk toch naar de Olympische Spelen te gaan. Ja, dat is wel echt mijn droom. Oké. En doelen voor 2014? Gewoon zo goed mogelijk doen op de Meerkamp. En dan gewoon kijken waar ik eindig. Ja. En Fanos, een leuk club? Zeker een leuke club. Hele leuke mensen. Dus ja, lekker dicht bij huis. Ja. Dus zeker een leuke club, ja. Ja, die doen alles, hè? Cross en baan en hardlopen. Ja, alles. We zijn een goede club. Oké. Hey, bedankt en tot de volgende keer. Ja, tot de volgende keer.